In de voorafgaande video's hebben we allerlei verlichte ideeën gezien, maar hoe werden die ideeën eigenlijk verspreid en hoe werd er op die ideeën gereageerd? Dat is wat in deze korte video voorbij zal komen. Nou, die verlichte ideeën die werden op verschillende manieren verspreid. Ten eerste correspondeerden die verlichte denkers heel veel met elkaar, ze schreven elkaar brieven en ze publiceerden natuurlijk ook boeken en tractaten waarin ze hun ideeën uitlegden en uitwerkten. En zo ontstonden ook allerlei bibliotheken waar je dus die verlichte ideeën kon vinden. Het belangrijkste werk wat dat betreft, of in ieder geval het meest ambitieuze project, is waarschijnlijk het project van de encyclopedie. Het eerste deel verscheen in 1751. De Fransman Diderot was daar belangrijk voor, samen met zijn vriend D'Alembert. Ja, en het doel van die encyclopedie was eigenlijk om alle kennis die er dankzij die wetenschappelijke revolutie, maar ook dankzij die verlichting was gekomen, om die in artikelen vast te leggen. Om die dus ook te kunnen verspreiden. Want het is leuk, vonden die verlichte denkers, dat je nieuwe ideeën hebt, maar je hebt pas echt vooruitgang als je mensen ook voor zichzelf laat denken. Denk terug aan wat Immanuel Kant bijvoorbeeld zei, durf zelf te denken. Nou ja, die encyclopedie die kon ervoor zorgen dat mensen meer kennis kregen, zodat ze ook zelf na konden gaan denken. Nou, een andere manier om ideeën te verspreiden was om elkaar op te zoeken. Dat deden veel verlichte denkers en mensen die geïnspireerd waren door de verlichting in salons. Dat waren bijeenkomsten bij mensen thuis, vaak mensen uit de goede burgerij, vaak vrouwen. Die organiseerden salons waarover ideeën gediscussieerd werd en waarin men gesprekken aanging over allerlei ideeën. En in zogenaamde koffiehuizen, de Starbucksen van die tijd eigenlijk, waar men ook samenkwam om te discussiëren over politiek, over geloof, over net wat. Ja, en een laatste manier om verlichte ideeën te verspreiden was via toneelstukken en opera's. Dat was namelijk ook een manier om een groter publiek te bereiken. En je kon zo'n toneelstuk of zo'n opera kon je natuurlijk een bepaalde boodschap kon je eraan verbinden. En die werd zo onder alle lagen van de bevolking eigenlijk verspreid. Maar goed, verlichte ideeën waren dus vaak toch wel heel nieuwe ideeën, waar de kerkelijke en de wereldlijke overheden niet altijd blij mee waren. Dus wat zowel de kerk als de staat probeerden, was toch wel om die publicatie van die verlichtingsideeën, om die in ieder geval in de gaten te houden en soms ook te censureren. Zeker dus als het radicale verlichte ideeën waren. En censuur wil eigenlijk zeggen dat je de verspreiding van een bepaald idee gewoon verbiedt. Je probeert mensen mond te dood te maken. Nou, hoe kon je daar dan omheen gaan, zeg maar? Hoe kon je die censuur dus omzeilen als je een nieuw idee wilde verspreiden? Nou, er waren verschillende manieren voor. Zo kon je natuurlijk je kritiek niet direct uiten, maar juist indirect doen. Een belangrijke verlichte denker was bijvoorbeeld de Fransman Montesquieu. En hij had heel radicale ideeën over het bestuur. Hij vond bijvoorbeeld die absolute monarchie die er in Frankrijk was, denk terug aan die Lodewijk de 14e en later ook de 15e en de 16e, die absolute monarchie, daar vond hij helemaal niks. Er moest een scheiding van de machten komen, maar als hij dat gewoon direct zou zeggen, Montesquieu, ja, dan zou hij wel eens opgepakt of verbannen kunnen worden of iets dergelijks. Dus wat deed hij? Hij schreef op een gegeven moment een werk, de Perzische brieven, waarin hij eigenlijk zichzelf voordeed als iemand die uit Perzië, tegenwoordig Iran, kwam en hij Frankrijk door de ogen van die Perziër beschreef. En op die manier kon hij dus indirect kritiek uiten op de situatie in zijn eigen land. Hij zei niet gewoon zo is het en dit is niet goed. Nee, hij zei, hey, die Perziër, die hoofdpersoon uit mijn boek, die ziet het zo en hij zou het zelf anders doen. Dan ben je dus indirect bezig. Wat je ook kon doen, was dubbelzinnige formuleringen gebruiken. Dus een beetje vaag taalgebruik, zodat je niet per se opgepakt kon worden vanwege wat je zei. Want je kon je er altijd nog wel uitpraten. Nee, ja, zo had ik het niet bedoeld. En ja, zo zou je het kunnen opvatten, maar zo heb ik het niet bedoeld hoor. Dus dat werkte ook heel goed. En wat natuurlijk ook heel goed werkte, als je een boek in een bepaald land niet gedrukt kreeg, dat je het dan in een ander land of in een andere stad liet drukken. Illegaal of in het buitenland uitgeven van boeken. Dat werkte dus ook nog. En die werden dan weer een land ingesmokkeld. En zo werden die toch wel verspreid. Je merkte dus wel dat er een bepaalde spanning was tussen wat de kerk en de overheid wilden. Want die wilden natuurlijk graag dat alles bleef zoals het was. En wat die verlichte denkers voor elkaar wilden krijgen. Die wilden namelijk dat een steeds groter deel van de bevolking ook verlicht ging denken.